Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de regio Eindhoven? En hoe gaan organisaties en mensen daarmee om? Iedere werkdag schuiven hier gasten aan tafel aan. En dit keer zijn dat bestuursvoorzitter van DELA, uitvoerorganisatie Edzo Doeven. En aan de andere kant zit Peter Kemp. En hij is voorzitter van Stichting 18 September. De organisatie die stad die gaat over herdenken en de bevrijding van de stad. Laten we beginnen. Dit is Ingelicht. Ja, de crisis raakt natuurlijk alle sectoren. En dat geldt natuurlijk zeker voor de uitvaartbranche. De impact is denk ik enorm op de uitvaartbranche. Een enorme piek is recent geweest van uitvaarten. Storm kun je het wel noemen, denk ik, voor jullie. Nou, de storm hebben we goed weerstaan. Maar het is inderdaad zo dat hier in Brabant hadden we te maken met het epicentrum. En echt met ongekende aantal overledenen. Wij zijn best wel wat gewend. In 2018 hadden we ook een heel grote piek, maar die was landelijk. En nu was de piek heel erg geconcentreerd hier in Brabant. Eerst in Oost-Brabant en laatst meer opgeschoven naar Midden- en West-Brabant. Waar je landelijk bijna te maken had met een verdubbeling op geen, in ons geval. Hè? Dus dat je zegt van ongeveer 80, 90 ging je naar 175 meldingen op een dag. Was het lokaal soms meer dan 3 keer. Waar je eerst 10 had, had je meer dan 30 meldingen en overlijdens waar je moest, de zorg voor moest dragen. En dat hebben we goed weerstaan. Dat is ook heel knap, vind ik, hoe onze mensen dat zo gedaan hebben en goede banen weten te leiden. Dat de buitenstaander helemaal niks gemerkt heeft van de logistieke problemen om het goed te doen. Wij zijn gelukkig ook een landelijke organisatie, dus we konden ook mensen uit andere provincies hier naartoe halen om te zorgen voor extra achtervang. We hadden een paar hele goede mensen die altijd bovenop de voorspellingen zaten. In goed in contact met de cijfers van het RIVM en dergelijke. Om een beetje aan te geven wanneer komt het eraan. Je kunt op een gegeven moment best wel een beetje een week vooruit kijken. Dus we konden altijd een ongeveer een week van tevoren het aanzien komen. En daar hebben we heel goed op ingeweten te spelen. Het voelde misschien soms wel als een storm. Maar we hebben die storm, zoals ik net zei, heel goed weerstaan. En het is echt ongelooflijk klasse hoe mijn collega's dat gewoon zonder enige twijfel met veel liefde hebben opgepakt. Maar de storm is eigenlijk wel weer een klein beetje gaan liggen. Hij is gelukkig behoorlijk gaan liggen. Hij zat zo'n beetje rond Pasen. Mm-hmm. Voor het eerst in onze geschiedenis zijn we open geweest op eerste en tweede Paasdag. En als je vergelijkt daarmee is het weer betrekkelijk rustig. Het is nog steeds drukker dan wat we normaal gewend zijn hier in Brabant. Maar in vergelijking met 2-3 weken geleden is het een stuk rustiger. Ja, is het weer een beetje op normale, beetje het normale niveau aan het worden als voor de crisis? Het zit nog niet op het normale niveau, maar het gaat wel gelukkig die kant op. Ja, dat is weer even lucht happen, denk ik ook, voor jullie als DELA. Nou ja, dat is zo heel hard werken. Hè? Dat hebben mensen gedaan met een geweldige energie. En zelfs ging bij ons het eigen ziekteverzuimcijfer ging naar beneden. Iedereen vond dat hij gewoon aan de bak moest. En dat hou je vol, maar we hebben ook intern gezegd van jongens, dat moet je niet te lang vol willen houden. Neem ook op tijd weer je eigen rust. Iedereen mag hard lopen, maar loop niet één voor één een marathon. Zorg dat we het stokje rechtmatig overdragen en dat we in stafette lopen met elkaar. Dus neem nu ook gewoon de dagen vrij. Kom tot jezelf. Zo hard bezig blijven al die tijd, dat is te veel gevraagd. Ik kan me ook voorstellen, juist in deze branche. Er komt natuurlijk heel veel leed normaal al. Maar ja, nu het verlies, snel verlies van dierbaren. Dat komt misschien nog harder. Van dat soort verhalen komt hard binnen. En dan in zulke frequenties. Dat heeft natuurlijk eisen tol misschien ook wel voor sommige mensen, voor het personeel. Nee, dat zijn ingrijpende verhalen en aangrijpende verhalen. Is dat soms moet je een familie helpen die pa of ma pas na 3 weken eindelijk weer terugziet. Hè? Ze hebben geen afscheid kunnen nemen. Nou, die verhalen gelukkig zijn, die schrijnende verhalen zijn gelukkig ook minder. Maar wat heb je mee te doen? Je kunt lang niet altijd de wensen invullen die je graag zou willen invullen. Het puurlijke persoonlijke contact is veel en veel minder. Maar we hebben gelukkig elkaar. Dus we kunnen op elkaar rekenen. En we hebben ook gewoon met elkaar afgesproken is dat wij regelmatig contact hebben. We hebben een paar meldpunten. Mensen kunnen dus op een gegeven moment hun verhaal kwijt als ze dat willen. Want wij willen het voor zijn. Hè. Misschien valt het allemaal ontzettend mee. Maar het risico dat iemand toch op een gegeven moment in een gat valt op deze manier is aanwezig. Dat ontkennen wij.
maar zitten we ook zelf bovenop. En de beste remedie is met elkaar er regelmatig over praten. Ja, ja. Ja, ook voor Stichting 18 september zijn het vreemde tijden. Dat, misschien niet zo heftig als in de uitvaartbranche, maar ik kan me wel voorstellen, je hebt natuurlijk samen de herdenking. Daar leef je natuurlijk lange tijd naartoe. Ja. En die krijgt natuurlijk nu een compleet andere vorm. Hij krijgt een compleet andere vorm. Je ziet dat al bij dodenherdenking. Hè, waar dat echt, je bent in feite op jezelf aangewezen. Hè. Normaal gesproken herdenk je, rouw je met elkaar. Hè. Dat biedt wat troost, wat comfort. Dat is nu natuurlijk heel erg anders. Aanstaande 18 september is nog even de vraag hoe het gaat uitpakken, wat we precies kunnen laten zien. Het is belangrijk dat het vuur in ieder geval aangaat, in ieder geval ook als teken, als hart onder de riem. Het symboliseert nu extra dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat er iedere dag weer hard geknokt voor moet worden. Nu niet in de laatste plaats door alle zorgmedewerkers, bijvoorbeeld. Het wordt een heel vreemd jaar op dat punt. Ja. Ja, dat het nu op een andere manier wordt vormgegeven, maakt het dat misschien ook wel weer intenser? Of is het toch van... Jazeker. Je gaat juist weer extra nadenken, omdat je niet het programma waarschijnlijk niet ten volle kunt uitvoeren van waar gaan we de nadruk op leggen. Dat maakt dat je bepaalde keuzes moet maken. En dan kom je vanzelf weer terug tot de basis. Waar draait het uiteindelijk om? Dus een heel intens programma op een hele andere manier vormgegeven. Ja. Ja, ja. Ja. Er zijn nu 2 kransleggingen bij de Oude Toren in Woensel. Ja. De gemeente en de stichting. Ja. Normaal is het natuurlijk veel groter. Ja. Er zijn toch wel organisaties die zelf de handschoen oppikken om zelf hier invulling aan te geven. Ja. Ja. De zaak? Ja, vind ik wel. Er zullen een aantal kransen meer gelegd worden op andere tijden dan we gewend zijn. Maar het is wel goed dat de mensen stil blijven staan bij het herdenken. En dat het op een centrale plek is. Hè. Zijn de Oude Toren in Eindhoven is, is wat mij betreft helemaal prima. Dat is een stukje herkenbaarheid. Hè. En het is aan ieder om daar nu eigen invulling aan te geven. En ik verwacht dat het wel goed gaat, ja. Ja, merken jullie ook dat mensen het nu anders beleven? Dat ze het ook meer tot de kern komen, inderdaad? In die zin inderdaad. Je zoekt elkaar normaal gesproken op. Hè? En nu ben je toch echt wat meer op jezelf aangewezen als zijnde organisatie. Hè? Je kijkt ook naar binnen zo'n club. Hè? Kijk je ook naar elkaar. Hè? Hoe kunnen we dat nou met z'n allen doen? Dus dat is wel een teken van verschil, ja. Ja. Maar wat ook opvalt is dat elk detail telt nu zoveel meer. Ja. Want bij die uitvaarten, maximaal 30 mensen. Maar de intimiteit wordt ook enorm gewaardeerd. Precies. En elk detail je kunt toevoegen, valt ook partijen op. Ja. Ik fietste hier net vandaag naartoe. Mm-hmm. En opeens elke vlag valt me opeens net iets meer op dan anders. Ja. En wij gaan dit jaar gewoon nooit vergeten. Een kranslegging op de Dam met wat bloemen en 2 personen of 3 personen is natuurlijk een totaal ander wat we gewend zijn. En dat gaan we allemaal onthouden. Precies. In die zin heeft het toegevoegde waarde ergens. Ergens. Tot de kern komt en mensen het bewuster beleven? Dat denk ik wel, ja. Ik denk het wel. En er zit natuurlijk, weet je, niemand heeft het gewild. Maar er ontstaat ook iets dat we er toch het beste van maken en op elkaar gericht zijn. Het bijzonder is juist doordat de fysieke afstand groter is geworden, is de mentale afstand eerder kleiner geworden. Ja. Dus er is veel meer besef aanwezig. Ja. Ja. Jullie kunnen dat ook beamen, dat verschil? Ja. Ja? Ja. Waar merken jullie dat concreet aan? Nou, toch de reacties. Hè. We zijn vrij actief op Facebook natuurlijk. Mm-hmm. Daar komen veel meer vragen, daar komen reacties binnen. Je praat toch met mensen erover van goh, hoe doen jullie dat nou? Hè? Hoe gaat het nu? Mensen zijn er al veel langer van tevoren mee bezig. Normaal was het een vast gegeven. Die herdenking is er. We gaan er naartoe. Het is er altijd, het is er ieder jaar. Maar nu krijg je toch van... Ja, gaat het wel door? Kan het wel doorgaan? Mogen we er naartoe? Hoe zit het? Dat merk je het wel aan, ja. Ja, het intenser beleven, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel, heel wrang. Mm. Bij uitvaarten mogen maar 30 mensen aanwezig zijn. Het is een stuk soberder, het is korter in duur. Het afscheid was ook al heftig vaak, omdat ze niet bij het afscheid de laatste uren mensen kunnen zijn.
Hoe geven jullie daar invulling aan om dat toch op een goede manier voor mensen te regelen? Wat is daarbij het belangrijkste? Nou, om te beginnen is gewoon in gesprek blijven. En dat gaat helaas heel vaak wel nu via beeldbellen. Wat dan toch veel meer mogelijkheden biedt dan mensen gedacht hebben. Je kunt de televisie het beeld aanzetten wanneer je wil. Je kunt het op allerlei momenten van de dag doen. Je hoeft niet te reizen. Je kunt alle mensen bij betrekken. Dus het biedt ook weer nieuwe mogelijkheden. Dat neemt niet weg is dat mensen opeens zich weer iets nieuws moeten gaan doen. En dat ze misschien een aantal wensen niet ingevuld kunnen krijgen. En er is her en der dus ook wel onverwerkt verdriet. We hebben als coöperatie bij onze leden gevraagd: wat verwachten jullie van ons? Wat gaan we straks doen? Nou, wat ze in ieder geval verwachten is dat wij zorgen voor brede herdenkingsdiensten, als het zover is. We gaan in ieder geval iets doen rondom alle zielen in begin november. Met lichtjesavonden, maar we gaan daarnaast ook zorgen voor herdenkingsdiensten. En we gaan iedereen die nu een uitvaart heeft gehad in deze periode aanbieden dat er iets extra's gebeurt. Alleen wat er dan moet gaan gebeuren, gaan we nog een overleg met die nabestaanden precies vaststellen. Het gevoel is dat ongeveer de helft van de mensen heeft daar behoefte aan. De helft van de mensen zegt luisteren. Zoals ik het nu zie, het is ook wel goed. Okay. Je kunt je voorstellen dat ja, als iemand in de kracht van zijn leven is overleden, en er waren misschien wel anders honderden mensen bij die uitvaart geweest. Ja, dan kun je met een streamdienst kun je nog iets doen. Dan mensen kunnen nog meekijken op afstand. Maar dan is het echt wel raadzaam dat je alsnog een herdenkingsdienst doet na een jaar. Sommige mensen kunnen ook gewoon de kroeg ingaan. Mensen in deze moet je meer de keuzes bieden. Alleen wat essentieel is, dat mensen beseffen, is dat het rouwen gewoon niet voorbij is. Het is een moeilijke periode geweest. Een rouwverwerking geeft er ruim de tijd voor. Maar dat is eigenlijk wat nadien inderdaad gebeurt. Maar op het moment zelf, hoe gaan jullie daarmee om in die uitvaarten die toch natuurlijk veel anders uitkomen te zien? Dat was even zoeken, laten we zeggen. De eerste twee weken was het zoeken in de zin van hoe zorg je dat allemaal alles wordt geregeld in termen van veiligheid voor onze eigen medewerkers, voor nabestaanden. Maar daarna is het toch is dat je je richt op wat kan. En als de familie gewoon nog dat kan doen met elkaar wat zij het allerbelangrijkste vinden. En de aandacht is voor het verhaal van die overledene. Als het goed herdacht kan worden, dan komt er ook toch heel veel moois naar boven. Mensen weet je, passen dan toch best wel aan. Mensen beseffen wel van, wacht even, wat is nog mogelijk? Ik moet er het beste van maken. En er is een begrip voor dat er niet al te veel mogelijk is. Nou, er was bij het begin eerst even zoeken. Maar daarna is overweldigend toch wel gewoon de fijne reacties. En intimiteit, en zoals ik net zei, wordt ook enorm gewaardeerd. Ja, ja, er is wel begrip voor die beperkende vorm en die soberheid waarin het moet plaatsvinden. Ja. En de essentie van waar het om gaat, hè, dus bij afscheid nemen, dat levensverhaal van die overledene koesteren en door kunnen geven, dat kun je overeind houden. Je kunt juist door online middelen kun je op gelijk een herdenkingsportaal inrichten. Dat hebben we ook gedaan. Condoleren en verhalen met elkaar delen online. Opeens, ja, wat we al deden, dat deden we mondjesmaat. Opeens blijkt er toch heel veel mogelijk te zijn. En er is ook heel veel behoefte wat je kunt invullen. Ja, nieuwe mogelijkheden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een beetje schraal voor sommige mensen voelt. Als het gaat om zo ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven. En dat dan via videoverbinding moet. Ja, die schaalheid, die begrijp ik ook heel goed. Nogmaals, soms voeg je ook iets toe. Hè, want die oom die in Canada woont, die kan opeens meekijken. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Maar daarmee is het advies, doe later alsnog iets. En kunnen wij daarbij helpen, gaan we dat doen. Maar ik vind wel mooi in het kader van herdenken, is dat ik geloof dat je bent pas dood als je vergeten bent. Je mag nooit vergeten. En bij ons ook de kern van het vak is niet zozeer afscheid nemen, maar om te zorgen dat mensen verder kunnen. Dat het verhaal van die overleden kunnen vasthouden en kunnen doorgeven, kunnen koesteren. Dus wij zitten in onze manier eigenlijk ook in grote mate altijd in verhalen van herdenken en gedenken. Ja, nou dan kom ik eigenlijk ook automatisch bij jullie terecht. Natuurlijk is het, ja, hoe belangrijk is juist dat herdenken in deze crisistijd? Ja, verhalen doorgeven, dat moet natuurlijk voor jullie als muziek in de oren klinken om waar jullie mee bezig zijn. Dat is eigenlijk de rode draad van waar wij voor staan. Hè. Mensen beseffen pas dat vrijheid niet vanzelfsprekend is als ze het verhaal kunnen blijven horen. En als we het verhaal voor het voetlicht kunnen blijven brengen. In normale jaren doe je dat door middel van een scholierenreis, het halen van de fakkel. Natuurlijk de herdenking op het Stadhuisplein.
Maar dat draait echt om de verhalen van de mensen zelf. Dat zal altijd de rode draad blijven. Het wordt de kunst om dat in de toekomst te blijven doen. Het aantal bevrijders neemt natuurlijk zoetjes aan af. Mm. Dus wij zijn inderdaad daar ook mee bezig van hoe kunnen we nou die verhalen borgen? Hoe gaan we ze ontsluiten? Hoe brengen we het nou voor zo'n breed mogelijk voetlicht? Ja. We zitten in crisistijd. Daarom zitten we hier ook aan tafel om daarover te praten. Dus het is belangrijk om mensen ook in deze moeilijke tijd, de kwetsbare mensen, een hart onder de riem te steken. En dat doen we met een rubriek. Kijkt u even mee. Hoi opa's en oma's. Hallo iedereen. Wil jij je vader, moeder, opa, oma of alleenstaande buur een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd? Zeg het met een videoboodschap. Maak een filmpje van maximaal 25 seconden en stuur dat naar hartvoorjou@studio040.nl. Zie jouw boodschap terug op Studio 040. Samen tegen eenzaamheid. Hart voor jou. Ja, u kunt nog steeds een boodschap insturen via deze via Studio 040 voor deze rubriek. Om ook uw geliefde of familielid, vriend een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Ja, rouwverwerking, we hadden het er al eventjes over. Alternatieven ook voor die rouwverwerking. Toch ja, een livestream, 30 mensen mogen er maximaal. Er vallen natuurlijk veel mensen buiten. Is daar veel behoefte aan dat mensen dat ook echt willen om via een livestream een uitvaart te kunnen bekijken? Ja, dat is in iets meer dan heel veel gevallen wordt er echt actief gebruik voor gemaakt. En wordt ook enorm gewaardeerd. Er zit een risico bij, hè? Dus als het even fout gaat, zo'n ding, dan zijn mensen ook meteen heel erg teleurgesteld. Dus het moet echt goed lopen, het moet echt goed zijn technisch. En dan kan er ook iets, hè? Ik denk ook wij gewoon nu dingen ontdekken die gaan blijven. Dat wij van die techniek dankbaar gebruik maken. Die biedt extra mogelijkheden. Een uitvaart moet persoonlijk zijn. Maar het is niet zo dat online per definitie onpersoonlijk is. Helemaal niet. Het kan iets toevoegen. Je ziet juist dat in tijden van crisis mensen ook creatief worden. En naar de toekomst toe hoop ik van harte is dat in termen van rouwverwerking dat we een grote scala aan middelen gaan inzetten. Maar het is, neem ik aan, extra erbovenop. Ik kan me niet zeggen, we gaan een deel vervangen. Ja, en wat ik ook enorm hoop, is dat wij in Nederland, waar in Nederland goed in zijn, is wij organiseren, vind ik, in Nederland, als we vergelijken met omringende landen, best wel een mooie uitvaart. Maar je moet blijven herdenken en gedenken. Die rouwverwerking is niet binnen een maand voorbij. Iedereen doet het op zijn manier, maar het duurt altijd gemiddeld gewoon langer. Dus dat je na verloop van tijd nog iets organiseert, is eigenlijk hartstikke goed en heel gezond. Maar hoe noodzakelijk is dan dat we toch wel weer binnen afzienbare tijd teruggaan naar die oude situatie? Want ik kan me voorstellen, hierover werken, ik moet ook niet te lang duren. Ik voorspel 100% terug naar de oude situatie. Het gaat gewoon niet gebeuren. U heeft daar een heel hard hoofd in. Nee, maar ik zie het hard hoofd klinkt negatief. Ik bedoel ermee, ik kijk daar reikhalzen naar uit. Ik denk dat we een aantal dingen geleerd hebben die niet gaan vergeten. Daar we ons voordeel mee gaan doen. En hoe doen jullie daar bij Dela vooral voordeel van? Is dat dan toch die andere manieren van rouwverwerking, nieuwe mogelijkheden die er liggen? Nee, je moet je voorstellen, wel, dus nu heb je iemand die gaat naar de familie toe. En je zit daar 3 of 4 uur en die regelt alles. Mm-hmm. Dat kun je opknippen in meerdere gesprekken. Je kunt zeggen, ik ga naar de familie toe. Aan het eind van de middag doe je even beeldbellen. En dan ga je nog even nader overleggen. Er ontstaat gewoon een heel nieuw gamma aan mogelijkheden waarmee je dingen kunt toevoegen. En nogmaals, je kunt ook gewoon de uitvaart zelf, de uitvaartdienst, kun een kleine kring, met daarnaast een herdenkingsdienst, een grotere kring. Al deze dingen gaan mogelijk worden. En daar is deze crisis een extra aanjager voor. Ja. Denk ik. Nou, ik denk dat in de algemene behoefte aan herdenken, zag je sowieso een stijgende tendens. Merk je dat ook? Wat eigenlijk de Dela zegt. Ja. Stijgende tendens die zien we al een aantal jaren. Hè. En wat grappig is, ook vooral onder de jeugd, onder de jongeren, zien we dat heel erg. En de nieuwe technieken, daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk al gebruik van te maken. Social media, zoals gezegd, zijn we heel actief mee. We hebben de verhalen van onze bevrijders hebben we opgetekend, hebben we gefilmd. Misschien komt daar nog wel een keer een mogelijkheid om
met hologrammen en dergelijke te werken. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dus je zult telkens een stapje verder willen gaan, denk ik, op het moment dat er nieuwe technieken zijn, om die toe te passen binnen zo'n herdenking. Want ik ben het eens, herdenken moet je natuurlijk blijven doen. Dus die crisis zorgt er ook bij jullie voor dat je eigenlijk dadelijk weer nieuwe vormen vindt en dat in combinatie doet met de oude vormen en nieuwe mogelijkheden biedt. Het is wel mijn verwachting. Het proces zal wel wat versneld worden, inderdaad. Mm-hmm. Ja, natuurlijk 18 september. Jullie stichting draagt de naam natuurlijk al. Dat komt ook steeds dichterbij. Ja. Je refereerde er al even aan. Maar hoe zeker of onzeker wordt dat? Nou ja, we werken op dit moment heel hard aan een schaalbaar programma. De vraag of het defilé in de vorm waarin we het gewend zijn, of dat dit jaar door kan gaan. Iedere dag wordt de kans kleiner dat dat gaat gebeuren. We vinden het natuurlijk heel erg belangrijk dat de vlam, het bevrijdingsvuur, in ieder geval wordt ontstoken op 18 september. Hoe dat zou gaan plaatsvinden is even de vraag. Het vuur wordt gehaald vanuit Bayeux, vanuit Normandië. Dus we hebben niet alleen te maken met Nederland, maar we hebben ook te maken met Frankrijk. We hebben te maken met België, waar we erheen moeten. Dus los van het technische gebeuren, kan het allemaal? Wil je het ook al op grote schaal gaan organiseren? Dat zijn vragen waar we ons voor geplaatst zien. We hebben daar wel ideeën over. We zijn met een aantal activiteiten zijn we aan het kijken van, goh, wat kunnen we inpassen? Hoe schaalbaar is het? De uiteindelijke mix moet nog gemaakt gaan worden. Maar we gaan er wel voor om een Eindhoven-waardig evenement neer te zetten. Ja. Maar het is al zo, de volgende dag begint de lichtjesroute. Ja. En dan zou ik zeggen van, daar moet je dit jaar gewoon juist één groot feest van maken. Ja. Niet in de zin van dat mensen echt schouder aan schouder die route gaan fietsen en lopen. Maar hier kun je de social distancing keurig toepassen bij de lichtjesroute. Precies. Ik voorspel bij deze, de lichtjesroute wordt erg populair dit jaar. Ja. En ja, puur de manier waarop het nu kan met de nieuwe regels biedt dus inderdaad die mogelijkheid. Ja, hebben jullie daar ook al over nagedacht? Ja, op dat idee? Zeker mee bezig. In treintjes rijden langs de ornamenten? Lichtjesroute doe je samen. Dat is zeker een vergoedering. Met social distancing, gezinsverband. En dat zal dat. Kijk, het is even de vraag technisch, wat kunnen we uithangen met de lichtjesroute? Maar ook daar wordt gewerkt aan een schaalbare oplossing. Maar ik deel de visie dat wel eens vele malen meer bezoekers kan trekken dan de jaren daarvoor zelfs nog. En misschien ook een speciaal ornament, wat ook misschien met een corona gerelateerd. Nou, als ze de social distancing het toelaten om het te maken, dan zal dat zeker bestudeerd worden. Ja, want dat wordt ook nog een lastige. Ja, dat wordt een technisch gezien is dat best een vraagstuk. Daar zijn jullie al wel mee bezig. Ja, precies. En hoe wil u dat dan technisch daar een idee bij om dat invulling te geven? Nou ja, kijk, het is de keuze van het materiaalgebruik natuurlijk. Het is de keuze van hoe groot maak je zo'n ornament. Er zijn toch een aantal mensen zijn daar best wel een tijd mee bezig. We moeten het gaan zien. Ja. Nog laatste vraag. Wat is de grootste les van deze coronacrisis? Ja, we hebben het natuurlijk al een beetje over gehad. Het biedt nieuwe mogelijkheden, andere vormen. Is dat de grootste les? Of? Oh nee, er zijn heel veel lessen. Ik voorspel, ik denk dat de wereld, straks gaan we kijken naar de wereld voor en na. Het is in ieder geval heel boeiend wereldwijd, we allemaal gewoon het leven bovenaan hebben gezet. Gezondheid van mensen hebben we bovenaan gezet. En het tweede is dat we hebben ook allemaal het overgelaten aan de overheden om in te grijpen. En opeens zijn we erachter gekomen wat vitale beroepen zijn in de samenleving. Dus de waardering voor de publieke sector en wat een overheid vermag, dat komt echt in een veel positiever daglicht te staan. Ja, toch een positieve noot in deze ingelicht. Bedankt Edzo Doeven voor je komst. En hetzelfde geldt voor Peter Kem. Morgen zijn we er niet, dan is het Bevrijdingsdag. Woensdag zijn we weer terug, dan zit ik hier weer. En dan schuiven aan Joep Verbucht, bestuursvoorzitter van de GGZE in de stad. En Esther Hofstede van Samen voor Eindhoven. Ik zie u graag dan weer. Tot dan.